Die Oudtshoorn Sportfees is in volle swang met ongeveer 1800 deelnemers wat in 8 sportkodes competeer. Saterdag het die fees afgeskop met die top 8 junior sokkerspanne van reg oor die Suid-Kaap wat mekaar op die Bongoleto sportgrond die stryd aangesê het. Ander sportkodes wat reeds saterdag plaasgevind het is netbal, rolbal, skaak, domino's en boks. Een fietsren en tydtoets het ook plaasgevind. Oudtshoorn se uitvoerende burgemeester Colin Silvester het vrijdag die fees amptelik geopen met een persconferentie in die municipale raadsaal.